jongens, welkom in Zweden. Na een onwijs lange reis van 12 uur met de auto zijn we aangekomen op DreamHack, de grootste LAN-party van de wereld. Tom, waarom? Nou, het is het 22.000 gamers die hier allemaal met hun PC gewoon lekker met elkaar aan het gamen zijn. En dat wil zeggen, dat zijn 4 hallen vol. In alle gangen tussenin, daar zitten allemaal gamers. Overal is games, overal ademt men hardware, ademt men PC gaming. Het is echt b-fucking-zard. Er is zelfs een heel expo gedeelte waar SteelSeries, MSI, Razer, whatever the fuck, ze zijn er allemaal. Dus dit is gewoon het grootste elektronische evenement des welds. Ja, mooi gezegd in Duits ook, ter wereld, hè, betekent dat. Ja. En wij gaan lekker verslag doen van hier, van alles wat hier te beleven is. Consumermarkt, tofste PC's, tofste setups. Je gaat het nu zien. Nou, 20.000 bezoekers, waarvan 10.000 gamers die hier gaan gamen, zeg maar. Dat is niet zomaar een klein beetje, dat is heel erg veel. En dat merk je ook overal hier in de Elma-hallen, hier in Jönköping. Want alles werkelijk is volgestouwd. Elk gangetje, elk hoekje. En dit is bijvoorbeeld niet eens een hal. Dit is gewoon een soort van gang van hal B naar hal A. En het tof is ook dat ze daar een soort van areas hebben gemaakt. Dit bijvoorbeeld, omdat er heel veel jongere gamers zijn, is de 20-plus area. Mensen betalen daadwerkelijk extra om geen gezeik voor kinderen te krijgen. Heerlijk. En wat je ook ziet, omdat de ruimte zo beperkt is, is dat heel veel mensen de hoogte inbouwen. Je krijgt namelijk maar een heel klein stukje. Pas net je pc op of net je beeldscherm op. Ja, dus gaan mensen stellages bouwen. Het zijn natuurlijk Zweden, dus je ziet die hele billies. Zie je waar dan beeldschermen in staan en daarboven helemaal bepakt, bezakt en beladen. Met ja, computers, stoffen figurines, maar ook gewoon je slaapspullen, weet je wel. Mensen proberen er wat van te maken en bouwen daardoor vooral de hoogte in. What are you Wat mij meteen opviel aan DreamHack, want het is natuurlijk onze eerste keer. Het is een hele andere cultuur hier. Niet zozeer de cultuur van Zweden. Nee, de videogame culture is hier gewoon anders dan ik hem ken vanuit Nederland. Als ik naar een LAN-party ga in Nederland, dan verwacht ik niet zoveel dames. De dames die er zijn, zijn vaak ja, gelinkt aan de guy die er is. En zitten er een beetje bij van, hey, ik ga een beetje kijken naar hoe mijn vriend aan het gamen is. Hier is het anders. Hier zijn de dames volop in trek. Ook kinderen veel meer in trek. Eigenlijk gamet iedereen hier gewoon. En het is niet zozeer een nerdy imago wat de gamer hier krijgt. Het is eigenlijk best wel hip. Het is best wel jong. Het is niet erg als jij hier in een hal gaat zitten. Verstopt in je slaapzak. En gewoon urenlang naar Twitch zit te kijken. En tegelijkertijd een beetje Dota speelt of zo. Of wat dan ook. Het maakt allemaal niet uit hier. Gamen is eigenlijk een soort van voor iedereen. Het is hip. Het is happening. Het is eigenlijk heel raar voor ons om te zien dat er zoveel mooie dames ook rondlopen. Dat er gecosplayed wordt. En dat het eigenlijk niet ergens om een nerd te zijn. Ik denk dat het sowieso het woord nerd heeft hier misschien een iets minder negatief imago dan in Nederland. Het is eigenlijk wel eens leuk om hier rond te lopen waar je gewoon heerlijk jezelf kan zijn. Niemand geeft er iets om. Hou van de games. Hou van de series. Doe lekker je cosplaying. Ga een anime zitten kijken. Het is een hele open, leuke vibe. Goede community. Ik denk dat het in Zweden misschien heel anders is dan in Nederland. Maar hey, in ieder geval hier op DreamHack. Het voelt heel goed om een gamer te kunnen zijn. Ja jongens, we staan hier voor de slaapruimte van DreamHack en ja, dat is een beetje vreemd, want er zijn 10.000 gamers hier, het full event. En ja, er is slechts een fractie van het aantal slaapplekken voor die mensen. Dat is deze grote zaal hierachter. Nu hebben wij het geluk dat we in een hotel zitten. Maar als je hier bent, ja, dan moet je je slaapzakje meenemen. En als je klaar bent met slapen, dan moet je ook echt alles weer opbergen. Dan loop je continu, zijn allemaal mensen die hun slaapzakken weer aan het leeg laten lopen. Die moet je dan naast je plek, naast je pc'tje, ja, bewaken.
Dat vind ik eigenlijk best wel bijzonder of zo. Valt aan DreamHack als landpark is dat natuurlijk niet alleen de grootste van de wereld is, maar dat het daadwerkelijk ook een expo is. Een expositie van hardwareboeren, accessoirefabrikanten, you name it. Ze staan hier allemaal en ze proberen daadwerkelijk ook iets te leveren naast alleen maar een plek om te kunnen gamen. Je kunt hier aan de slag met de nieuwste accessoires, je kunt een test doen met de nieuwe hardware die je misschien wil gaan kopen. Headsets, muizen, toetsenborden, you name it. Alle grote mensen zijn er. Razer, SteelSeries, Cooler Masters, MSI. Eigenlijk is iedereen er wel zo'n beetje. En dat maakt het wel heel leuk om vooral als PC-gamer rond te lopen. Maar qua nieuwe games, dat zit er helaas niet in. Het is niet een Gamescom waar je je nieuwe, ja, Game of the Year gaat spelen, alvast, of waar je een nieuwe game gaat ontdekken. Misschien een kleine indie, maar verder dan dat is er ook niet echt veel om aan te bieden hier. Persoonlijk vind ik dat heel erg leuk om te zien. En ja, kijk, er staan hier fantastische case mods, fantastische dingen om te beleven en om te zien en gewoon om, ja, uit te checken. En dat is vooral heel erg leuk als je er ook echt in geïnteresseerd bent. Qua games mag het dus wel wat dikker. Ja, het is een grote beurs. Een Ubisoft zou hier best ook wel uit kunnen rollen. Een CD Projekt Red, you name it. Er zijn genoeg gameboeren die hier ook wel zouden kunnen staan. En dat zou dan van DreamHack niet alleen een grote landparty met een expo maken, maar gewoon de grootste beurs op aarde. Er is mogelijkheid om te groeien voor DreamHack. Coming to you. A walk back exclusive. Ocarina. Can you dance to the beat? Can you dance to the song? Terwijl achter mij de duizenden gamers naar buiten stromen uit de Elmia-hallen te Zweden. Jönköping, we hebben eindelijk ook geleerd hoe we het moeten zeggen. We kunnen zeggen, DreamHack is inmiddels voorbij. Of in ieder geval de expo is voorbij. Morgen dan gaat pas echt de power eruit. Dan gaat het LAN-netwerk eruit. En dan jagen ze al die gamers eruit. Maar het is in ieder geval een spetterende ervaring geweest voor ons. Want het is compleet iets anders. Ja, het is een LAN en ja, het is groter. Maar het heeft ook een hele andere cultuur en een hele andere vibe. En dat is vooral heel leuk om te ontdekken. Weet je, er is e-sport, er is cosplay, er zijn dames. Dat zie je niet zo vaak. Maar gewoon ook het gevoel van lekker een gamer zijn, lekker jezelf zijn. Dat is vooral heel mooi. We hopen in ieder geval dat jullie er ook van hebben genoten van het hele sfeerverslag van wat wij hebben gedaan. Maar het zou in ieder geval ook leuk zijn als je dan denkt van, hey, ik wil eigenlijk wat meer zien wat de jongens zoal beleefd hebben op dat hele DreamHack Winter 2015. Check dan vooral ook onze vlogs die we maakten van de reis, van wat we allemaal beleefd hebben tussendoor zo even heel snel. We hebben in ieder geval een heleboel toffe dingen gedaan en we hopen dat jullie er ook van hebben genoten. En we hopen ook dat we er de volgende jaren ook weer bij zijn. Maar dit was hem in ieder geval voor DreamHack Winter 2015. Dan gaan we nu naar huis en we hopen dat er niet te veel sneeuw op de weg ligt, want het is pokkenkoud. Maar goed, dat moet je hebben van Zweden.